heb in Holsloot een melkveebedrijf samen met mijn broer in maatschap. We melken 135 koeien op 70 hectare grasland. We zijn voor 4 jaar terug omgeschakeld naar het pure graze systeem. Omdat we klem liepen met de arbeid op het bedrijf door de ziekte van mijn vader. We willen in de toekomst in 2015 groeien richting een 170, 180 melkkoeien. En op die manier dan 2 gezinsinkomens uit het bedrijf te halen. Het pure graze systeem houdt in dat je zoveel mogelijk melk probeert te produceren van vers gras. Dit kun je realiseren door een voorjaarskalvende veestapel. Op die manier stem je de droge stof, productie en behoefte op elkaar af. En hierdoor kun je tegen een zo laag mogelijke kostprijs de melk produceren. We scharen in bij Pure Grace tussen de 2.000 en 3.000 kilogram droge stof per hectare. We scharen uit tussen 1.000 en 2.000 kilogram droge stof per hectare. Dit doen we door te werken met een voor- en achterdraad, waarvan we de voordraad 3 keer per dag verzetten en de achterdraad 1 keer per dag. En op die manier bewaken we de kwaliteit van de grasmat. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren met het Pure Graze systeem dat het van essentieel belang is dat je zo snel mogelijk omschakelt naar een voorjaarskalvende veestapel. Dat je op die manier de krachtvoerkosten behoorlijk verlaagt, de loonwerkkosten behoorlijk verlaagt. En dat je een sterk verbeterde gezondheid van je veestapel krijgt, waardoor de veearts bijna niet meer op het bedrijf komt.